Dit pand is bijna 2 jaar gekraakt geweest. Naast dat er mensen woonden, waren er ook verschillende sociale projecten, zoals een buurtbar en een kraakspreekuur. Nadat de krakers werden ontruimd in 2018, heeft het ruim 1 jaar lang leeggestaan voordat de verbouwing is begonnen. En nu dat ze begonnen zijn, zijn ze van plan hier hotels te bouwen voor rijke toeristen. Dit alsof er niet al genoeg hotels zijn in de Haagse binnenstad. Wanneer wordt er eindelijk eens gewerkt aan oplossingen voor de woningnood in plaats van het blijven toespelen aan de portemonnee van vastgoedeigenaren? Huizen voor mensen, niet voor winst. Oudek, Piermondkade 872, waren ooit sociale stichtingen voor jongeren en vrouwen in onveilige en precaire woonsituaties. In 2018 is het pand verkocht en vervolgens in de handen van een serie van vastgoedontwikkelaars en beleggingsfondsen gekomen. Wat er van uitgekomen is dat het pand, gevestigd in het Zeeheldenkwartier, wordt verbouwd tot short stay luxe appartementen. Short stay? No way. Tegen het uitverkopen van de stad. Fuck facts.